De Klaver. Wakker worden, voorzitter. Ik was wel wakker, maar ik dacht misschien zit er een natuurlijk moment in de opbouw van de heer Baudet om hem te onderbreken. De heer Baudet ging namelijk naar het Oekraïne-referendum, waar Forum voor Democratie toen nog een stichting aan werkte. En er wordt volop geflirt met Rusland, met mensen die gelieerd worden ook aan het Kremlin. En ik had eigenlijk een hele simpele vraag. Is de heer Baudet bereid om alle financiële transacties van de periode rondom dat referendum van toen Forum voor Democratie, om die openbaar te maken? Er wordt gezegd dat de heer Klaver eigenlijk een vagina heeft. Is hij bereid om zijn onderbroek even openbaar te maken? Ja, u gaat over uw eigen woorden, maar ik vind het een tikje ordinair. Maar goed, de heer Klaver moet er zelf antwoord op geven. Nee, voorzitter, dan had hij maar moeten interrumperen en deze vraag stellen. Ik stelde een vraag. Bent u bereid om dat openbaar te maken? Ja, ik ben helemaal niet bereid om welke financiële dingen die dan ook openbaar te maken. Er is in Nederland een openbaar ministerie. Als er mensen zijn die ons van dingen verdenken, dan hebben ze allerlei opsporingsmiddelen. Kunnen ze daar naar kijken? Ik vind het verder totaal belachelijke suggestie. Ik neem er ook aanstoot aan. Ik vind het beledigend dat er continu wordt gezegd door de heer Klaver en een aantal anderen dat er sprake zou zijn van omkoping, van chantabiliteit. Als u enig idee had van de prijs die ik betaal, zowel privé als zakelijk in de zin van als partij, voor ons idealisme, dan zou, het was zo ontzettend, als het ons om geld te doen was, meneer Klaver, als het ons om zoiets laags als dat te doen was, dan zouden wij een totaal andere koers varen. Wij zijn integerder dan zo'n beetje iedereen die ik in mijn hele leven in de politiek ben tegengekomen. Wij zijn dit hele verhaal over EU, over het associatieverdrag, over corona, over klimaatverandering, al die standpunten die we hebben, die verkondigen wij tot onze eigen, tot ons eigen nadeel. Wij doen dat in het algemeen belang. En ik vind het een beledigende en kwetsende en misplaatste suggestie. En ik vraag mezelf af of dit niet ook in a way de grenzen van de parlementaire oorbaarheid schendt om mensen op deze manier impliciet voor landverraad uit te maken. Ik vind het echt heel, heel vreemd dat dat zo ingeburgerd is geraakt, dat dit soort aantijgingen zomaar kunnen worden gedaan. Het gaat richting laster, hè? Je beschuldigt mensen van het plegen van criminele feiten zonder dat daar ook maar enige reden toe is, enige aanleiding toe is. We hebben in Nederland een openbaar ministerie. Als er redenen zijn om ons van dingen te verdenken, dan kunnen ze ons opbellen. Maar er is, ik ga niet alle dingen openbaar maken. Dus laat het nou op. Ja, voorzitter. Lang antwoord met borrelpraat. Kijk, ik ken geen enkele andere partij hier in het parlement die een BV heeft opgericht voor de commerciële activiteiten van Forum voor Democratie. Er is geen ene, zelfs de VVD, die heeft dat niet. Daar zou je het toch verwachten, maar die hebben dat niet. Dus er is één partij die commerciële activiteit heeft en dat is Forum voor Democratie. Dus laat me niet lachen als het hier gaat over over geld verdienen en dat jullie de enigen zijn die hier een prijs betalen. Iedereen betaalt hier een prijs voor het feit dat we dit werk doen. Ik stel u een hele simpele vraag. Ik stel u ook niet een vraag alleen naar uw persoonlijke handel en wandel. Dat zou ik misschien nog ongepast vinden. Ik heb het over een stichting die de voorloper was van deze politieke partij. Wij hebben namelijk hier ook allerlei voorwaarden waarin we zeggen, als politieke partij moet je openheid geven over de giften die je ontvangt. Als politici moeten we registers invullen. Dat weigert de heer Baudet om die registers in te vullen, omdat hij het parlement niet erkent, omdat hij vindt dat het parlement daar niet over gaat en wij als zijn collega's daar niet naar moeten kijken en dat de kiezer daarover gaat. Maar dit heeft wel te maken ook met nationale veiligheid. En ik vraag u nogmaals met klem om de financiële transacties, de financiële jaarverslagen van de Stichting Forum voor Democratie, die die campagne voerde rondom het Oekraïne-referendum, om die openbaar te maken. Dat is een hele normale vraag. Iedere andere partij in dit parlement zou denken, ja, dat hoort erbij, want we willen de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Dat is namelijk ook een taak die je hebt als politicus, om die schijn te voorkomen. Dus nogmaals, een dringend beroep. Maak die stukken openbaar. Welke stukken wil de heer Klaver nou precies hebben? Welke stukken? Wat bedoelt hij eigenlijk? De jaarverslagen van de stichting. De jaarverslagen van Stichting Forum voor Democratie.
Stichting Forum voor Democratie. Die zijn al openbaar en die kan iedereen inzien op kvk.nl. Kan gewoon. Kost €2,34 om het jaarverslag van elke stichting, elke BV, elke vereniging die in Nederland bestaat. Kun je gewoon opvragen. Dat is helemaal... Ja, voorzitter, de heer Baudet stelt mij een aantal vragen. Ik heb gisteren nog naar gekeken, naar deze jaarverslagen. Ik heb geen gedeponeerde jaarverslagen van de Stichting Forum voor Democratie gezien. Als ik dat mis heb, dan hoor ik het graag. Maar als hij zegt, we hebben ze gedeponeerd, is ook een kleine moeite voor hem om ze dan... Dus blijkbaar zegt hij, ze zijn er, daar kan je naar kijken. Stuur ze dan naar me op. U heeft mijn mailadres, dat zou ik zeer op prijs stellen. Dus dank u wel daarvoor, dat is een toezegging. Maar daarnaast zou ik ook zeggen, ik zou wel iets breder willen kijken of u ook de transacties van rond die tijd... rondom die stichting, of u bereid bent om die openbaar te maken... of dat u zegt, nou weet u, dat vind ik nog wel wat heel erg invasief. Kan daar misschien een commissie naar kijken... of kan ik die naar de autoriteit integriteit die van de Tweede Kamer sturen? Bent u daar ook toe bereid? Ja, nogmaals, het is een economisch delict... om geen jaarverslagen te deponeren bij de Kamer van Koophandel... Dus die jaarverslagen die staan er gewoon. Ik wil zo meteen best even met de heer Klaver samen op de computer uitleggen hoe kvk.nl, hoe dat werkt. Maar daar is verder helemaal geen enkele discussie over mogelijk. In Nederland worden van alle rechtspersonen jaarverslagen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. En als je dat niet doet, dan krijg je een aanklacht van het Openbaar Ministerie op je dak. Tweede punt, ben ik bereid om allemaal andere dingen te laten zien? Nee, want ik vind het een misdadige en schandalige suggestie en aantijging. En ik ben er helemaal klaar mee. Het is ook iets wat nooit genoeg zal zijn. Hè? Dan zeggen ze, oh, maar dan willen we nu onder uw kussen gaan kijken. Want we zijn er gewoon van overtuigd dat oom Vlad is daar binnengekropen... en heeft daar in het geheim roebels verstopt. Oh nee, u wilt uw kussen niet laten zien. U wilt niet ons onder uw bed laten kijken. Het is gewoon een aantijging, het is een beschuldiging uit het ongerijmde. Het is verzonnen ooit, deze aantijging, door Joshua Lievenstro... omdat hij... €200.000 had gekregen van George Soros in die referendumcampagne. En toen is er een meeting geweest met een Amerikaans campagnebureau. En die zeiden toen, trouwens samen met Helene de Jonge van Ellemeet, waarmee de heer Klaver nog in de fractie heeft gezeten, samen met Helene de Jonge van Ellemeet, heeft Joshua Lievenstro $200.000 van George Soros gekregen om campagne te voeren voor het associatieverdrag. Toen zijn ze een meeting gehad met een Amerikaans campagnebureau. En die zeiden, ja, kut, hoe moet je dit nou doen? Dat die Soros denk wordt, even om mijn woorden. Hoe moet je dat nou doen? Weet je wat je doet? Je moet gewoon de tegenstander heel hard de hele dag gaan beschuldigen van Russisch geld. Gewoon eindeloos herhalen. Russisch geld, Poetin vriendjes. Heb je je roebels weer gehad? Dat moet je gewoon de hele dag gaan roepen. Zo, en dan gaat de mainstream media gaat natuurlijk in mee. De gevestigde kartelpartijen gaan erin mee. Iedereen gaat dat doen. En dan zul je zien, dan wordt uit het zicht onttrokken dat die andere partij geld heeft gekregen. Die andere partij is gefinancierd door onder andere George Soros, de omstreden miljardair uit de Verenigde Staten. Dat is wat er gebeurd is. Zo is dit verzinsel over Russisch geld voor FVD de wereld ingekomen. En het wordt alsmaar herhaald. En iedereen vindt het grappig. En ik vind het langzamerhand, ben er een beetje helemaal genoeg van. Wij worden door helemaal niemand betaald. Wij doen dit omdat wij Nederland en Europa een ongelooflijk warm hart toedragen. En wij zien dat de Europese Unie, de NAVO en de krankzinnige oorlog in Oekraïne ons land en ons continent kapot maken. En dat is waar dit over gaat. Wij willen geen oorlog met Rusland, maar wij komen op voor Nederland. Dat is waar dit over gaat. En ik ben langzamerhand het een beetje zat, deze aanklacht uit het ongerijmde. Afrondend. Voorzitter, twee zaken. Ik had eigenlijk gehoopt dat u dat punt zou maken. Namelijk mensen die hier zichzelf niet kunnen verdedigen. Nou, dat punt heb ik gemaakt. Om geen namen te noemen. Hoezo kan ik me niet verdedigen? Ik kan me wel verdedigen. Ik kan me heel goed verdedigen. Pak een ander punt. Ja.
Ik heb tegen de heer Baudet gezegd, dat hoorde u misschien niet, want dat, laat die namen er even buiten. Oké, sorry. Sorry, dat heb ik inderdaad niet gehoord. Het is hier namelijk gebruik om mensen, ik kan u hier aanspreken, u kunt zichzelf hier verdedigen. Als u het heeft over, ik ga de namen nu niet houden, over andere mensen, die kunnen zich niet verdedigen. Dat is een goed gebruik om dat hier in het parlement niet te doen. En dat is wat ik ook u vraag, om dat zeker niet te doen. Ja, en met u bedoelt u weer de heer Baudet en niet mij. Zeker. Nou, daar twijfel ik nog over, maar nee, de heer Baudet. Voorzitter, het zijn lange verhalen. Het is precies zoals we Baudet erkennen met alle complotten er zelf bij betrekken. En beschuldigingen uit over de mainstream media en alles en iedereen die er een potje van maakt. Ik heb geen enkel interesse in het bed van de heer Baudet, wat er onder zijn kussen ligt. Ik vraag heel specifiek. Dus die jaarverslagen, of ze staan daar op de KVK, heb ik het verkeerd gezien, of niet. Maar dan krijg ik ze alsnog, want die wil die openbaar maken. Dan kunt u aangifte doen, fijn. Het tweede wat ik vraag, is of hij nogmaals de transacties die er rond die tijd hebben plaatsgevonden, of het nou ging in contanten, of als het ging over wat er op de bankrekening is gekomen, of in bitcoins, of die daar de Kamer over zou willen informeren. Deze informatie, en ik ga geen namen noemen, komt niet zomaar van politieke tegenstanders van de heer Baudet. Dit komt vanuit mensen uit zijn eigen partij, een voormalig penningmeester, die voortdurend erop hebben gewezen, hier kloppen zaken niet, hier moet dat door worden gevraagd. Dat is de reden waarom ik hier weer sta en daarna vraag. En nog één keer om de relevantie hiervan uit te drukken. Wij krijgen in dit parlement regelmatig briefings die vertrouwelijk zijn. Onlangs nog kreeg mijn briefling, collega Van Houwelingen was er ook, die bevatte informatie over bijvoorbeeld hoe wij onze defensie inrichten, wat onze opstelling is in de NAVO. Ik wil dan weten, en daarom hebben we al die registers om te weten, wat is ieders belang hierbij? En dat is bij de Forum voor Democratie totaal niet helder. Ja. Ik vraag u nogmaals, vul die registers goed in, maak die transacties openbaar en die jaarverslagen wil ik ook graag zien. Ja, het antwoord op deze vraag is niet anders dan het antwoord op diezelfde vraag die hij hier voorstelde. De paternotte. Voorzitter, de heer Baudet, hoog wilde ik eigenlijk vragen dat deze aan het einde komen. Maar dat is duidelijk, hè? Het zit hem heel erg hoog. Ja, ik vind het intens beledigend. De heer Paternotte is aan het woord. Het zit hem heel erg hoog, want het idee dat hij hier de belangen van Rusland zou vertegenwoordigen, dat bevalt hem maar niks. Maar zou het kunnen, vraag ik hem, dat er iets mee te maken heeft dat zijn standpunten hier altijd exact overeenkomen met die van het Kremlin en dat er één ambassadeur in Nederland is waar de volledige Forum-fractie meteen bij op bezoek gaat zodra hij aantreedt, namelijk de Russische ambassadeur. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben dat hij dit soort vragen steeds krijgt? Nou, ten eerste, ik weet niet of onze standpunten één op één overeenkomen met de Russische. Die uitspraak komt voor rekening van de heer Paternotte zelf. Maar er is op geen enkele manier, en ik vind het nogmaals, misplaatst en ik vind het schandalig dat ik dat überhaupt moet zeggen. En de beschuldiging is een aantasting van mijn eer. Ik voel me in mijn eer aangetast door de beschuldiging. Daarom ben ik boos. In elk ander situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij denkt. Laat even de grove. Oké. Dit soort herhaalde aantijgingen beschouw ik als een aantijging, als een aantasting van mijn eer en goede naam. En ik ben er helemaal klaar mee. En ik heb helemaal geen enkele niets te verbergen. Maar alleen al de context waarin dit verzoek wordt gedaan, is voor mij een reden om er überhaupt niet in mee te gaan. Voorzitter, de heer Klaver vraagt hier om transparantie over transacties. Transparantie toevallig precies wat Forum voor Democratie de EU verwijt. En dan komt Baudet met in iedere andere situatie zou je iemand op zijn bek slaan. De partij die al eerder kwam met er komen tribunalen. Dit is het parlement misbruiken om daarmee mensen aan te zetten tot intimidatie, bedreigingen en geweld. En voorzitter, volgens mij ligt er voor u ook een taak om te voorkomen dat het parlement daarvoor misbruikt wordt. Nou, ik heb net iets van uw opmerking gezegd. Meer kan ik niet doen. Ja. Goed. Nou, voorzitter, er staat in ons reglement van orde dat bedreiging
niet is toegestaan in dit parlement. Ik bedreig helemaal niemand. Nee, ik heb niet een bedreiging gehoord. Ik had meer het idee dat hij het overdrachtelijk bedoelde. Dus in de zin van, je zou heel erg boos kunnen zijn op een derde persoon. Dus dat is, ik heb daar niet in meegenomen een oproep om anderen te molesteren. Ik weet dat, nog dat heel is, goed... Ja, maar ik word aangesproken op hoe ik die woorden interpreteer. En dit is de lezing die ik ervan had. Maar als de heer Klaver vraagt, is de heer Baudet het eens met de lezing zoals die geeft? Dan geef ik hem graag het woord om daarop te reageren. Ja, ik weet nog heel goed, voordat ik in de Tweede Kamer zat... Maar even ingaan op... Ja, ik ga erop in. Okay. Voordat ik in de Tweede Kamer zat, was er een discussie over dubbele paspoorten. En of je wel of niet Kamerlid kon zijn als met iemand met twee paspoorten of staatssecretaris. En Khadija Ariep, heb ik daar later mee gesproken, zij was een van de mensen die daarop werd aangesproken. En zij zei dat als je integriteit in twijfel wordt getrokken, dat is een van de meest kwetsende en meest vervelende dingen die je een volksvertegenwoordiger kunt aandoen. Want wat wij hier doen is vanuit ons idealisme en overtuiging een bepaald verhaal vertellen met argumenten. Ja. Mensen kunnen die argumenten weerspreken. Mensen kunnen zeggen, wat je daar zegt klopt niet. Die feiten deugen niet, wel niet. Dat is allemaal maar, prima. Maar nu even... Verder hebben we al 100 keer gezegd dat Vraag was. Er überhaupt ja, maar nu even... geen sprake is van welke transacties, banden met welk buitenlandse land dan ook. Nu even over de opmerking die u plaatste en de manier waarop ik die las. Ja, uw lezing was correct. Het is een overdrachtelijke opmerking waarin ik zeg, dit is ontzettend beledigend wat hier wordt gezegd. En in elke willekeurige situatie, als ik iemand beticht van een ernstig misdrijf, een ernstig feit, landverraad, moord, wat dan ook, omkoping. En iemand gaat maar door treiteren. En nou willen we dan wel eens dit zien. Oh ja, nou wil ik dat wel eens zien. Ik geloof het niet. Hebben we dat al gezien? Waarom geeft hij geen openheid van zaken? Op een gegeven moment zeg je, joh, schei uit zeg, donder op. Dat punt is hier ook aan de hand. Daarom ziet de heer Paternotte terecht dat het me aangrijpt, dat het me boos maakt. Want alle keuzes die ik maak, doe ik uit idealisme voor Nederland. Voor overtuiging dat wij afstevenen op een verschrikkelijke oorlog die misschien wel eens een kernoorlog zou kunnen zijn. Dat komt door oorlogshitserij van die kant. En wij zijn de enigen die pleiten voor vrede. En dan wordt ons in de schoenen geschoven dat wij de agenten zouden zijn van Rusland. Ik vind het weerzinwekkend en ik vind het een onwaardige aanklacht. En daar heb ik mijn ongenoegen op overdrachtelijke wijze over willen uiten, meneer de voorzitter. De Paternotte continueert. Ja, voorzitter, fantastisch. En waarmee weer heel veel Nederlanders het idee hebben dat je ongenoegen op overdrachtelijke wijze uiten, dat je dat formuleert als iemand op zijn bek slaan. Voorzitter, allemaal prachtig, hè? Uit idealisme voor Nederland opkomen. En dan stel ik de vraag, of dan zegt Baudet zelf, ik weet niet of ons standpunt altijd overeenkomt met dat van Rusland. Er is echt geen enkele partij in deze Tweede Kamer die ook maar een seconde zou hoeven nadenken of hun standpunt wel overeenkomt met dat van het Kremlin. Maar Baudet zou inderdaad ook niet weten wat dan het verschil is. Ja, dat klopt. Ja, ik formuleer standpunten op basis van mijn eigen overtuiging. En ik volg niet elke dag wat welk buitenlands land dan ook over welke situatie precies vindt. Omgekeerd zou ik het interessant vinden nog een vraag om af te vragen hoe het kan dat de standpunten van heer Paternotte en van Klaver en van al die partijen hier één op één overeenkomen met die van de Verenigde Staten. Denkt u daar wel eens over na? Ik verzoek de heer Paternotte om de heer Baudet aan te duiden als de heer Baudet en niet alleen Baudet. Ja, voorzitter, dat is natuurlijk totaal flauwekul. Ik heb alleen vanochtend al wat gezegd over Europese defensiesamenwerking, waar de Verenigde Staten niet mee eens zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Vorm voor Democratie zegt dat de Europese Unie niet transparant is. Is het dan niet een beetje gek dat als hem, na al die berichten die naar buiten zijn gekomen over Kornilov, over Laughlin, over Russisch geld dat naar hen is overgemaakt, apps die hij zelf heeft gestuurd, als er dan een vraag wordt gesteld, is het dan niet een goed idee om dan zelf ook transparant te zijn, als je anderen verwijt dat niet te zijn? Gewoon transacties openbaar te maken over dat referendum waar zoveel berichten over zijn geweest van die beïnvloeding, om daarmee die twijfel weg te nemen? Of vindt hij dat voor hemzelf gewoon een andere standaard geldt dan voor anderen? Nee, omdat de paranoïde, degene die leidt aan paranoia, zal nooit tevreden zijn.
Dan je zult in de gehele bankgeschiedenis van Forum voor Democratie helemaal niets vinden dat ook maar enigszins duidt op of enigszins te maken heeft met wat mij hier in de schoenen wordt geschoven. Wat ze dan, ik weet al precies wat er dan gebeurt. Dat is echt, ja, maar het gaat ook om Bitcoin. Ja, hoe kan je bewijzen dat je een wallet niet hebt? Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Je kan niet bewijzen dat je niet een USB-stick ergens onder je kussen hebt liggen met 1000 bitcoins. Onmogelijk te bewijzen. Dus wat moet er gebeuren? We moeten het hele huis van de heer Baudet overhoop halen. Vinden we niks. Prima. Maar misschien is het wel zo dat uw tante geld heeft gekregen. Ja, waarom wilt u niet alles openbaar maken van uw tante? Heel verdacht. Ontzettend verdacht. En zo ga je eindeloos door. Het punt is, heel simpel, er is op geen enkele manier beïnvloeding geweest uit Rusland, uit welk ander land dan ook. Dat wordt overigens ook gewoon zo onderkend door alle geheime diensten die hier onderzoek naar doen. Door het Openbaar Ministerie is nooit op een of andere manier, ze hebben altijd gezegd, er is geen enkele reden om aan te nemen dat het geval is. Er is niets. En op een gegeven moment is het ook een keertje klaar. En dat punt is hier bereikt. Alle jaarverslagen staan bij de Kamer van Koophandel. Mag je naar kijken. En verder, dit soort verdachtmakingen uit het ongerijmde, daar kan je nooit iemand mee tevreden stellen als iemand maar blijft roepen dat het dan wel weer ergens anders gevonden moet worden. Ondertussen constateer ik, meneer de voorzitter, dat het helemaal niet gaat over de inhoud. Wat wij zeggen inhoudelijk over het associatieverdrag destijds, 10 jaar geleden, is gewoon gebeurd. NAVO-lidmaatschap, oorlog, EU-lidmaatschap. Alles is uitgekomen wat wij zeiden. Ook nu weer dat die oorlog Europa economisch zal vernietigen, is aan het uitkomen. De vluchtelingenstromen uit de Oekraïne die hier naartoe komen, waardoor Nederlanders geen huis meer kunnen vinden, is uitgekomen. Dat de oorlog onwinbaar is voor het Westen, is te zien. Iedereen realiseert het zich. Dat het escaleert en dreigt een nucleaire confrontatie te worden, is aan het gebeuren. Ga eens op de inhoud in. Dat lijkt me een goed plan. U bent nog maar 8 minuten voortgeschreden in uw spreektijd van 45 minuten. Dus we zijn nog maar aan het begin. De heer Klaver heb ik in dit rondje al gehoord. Zeker. En veel ruimte gegeven. Zeker. Dus hij mag nog even iets zeggen, maar wel eenmalig. En dan gaan we weer verder luisteren naar de heer Baudet. Dat is prima. Weet je wat het hele punt hier is? Voor politici geldt een iets andere standaard dan voor andere mensen. Dat betekent dat wij gehouden zijn aan allerlei om eigenlijk onze hele handel en wandel publiek te maken. Dat hebben we ook internationaal is dat afgesproken, om ervoor te zorgen dat het helder is welke belangen je hebt. Daarom hebben we een reizenregister, zodat je weet waar politie naartoe zijn gegaan. Daarom hebben we een register waarin de bijverdiensten worden bijgehouden. Niet dat je niet iets zou mogen bijverdienen, maar dat je wel weet dat als iemand wat bijverdient, dat je snapt of een bijbaan heeft, hey, zou hier sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling of niet. Aan geen van die registers neemt Forum voor Democratie deel. Daar zijn ze voor op de vingers getikt door de Tweede Kamer. Daar zijn ze zelfs voor gestraft door de Tweede Kamer. Dus als u zou zeggen, we hebben aan alle vereisten voldaan die er gewoon zijn voor politici, waar alle collega's zich hier aan moeten houden. Als u zich daar allemaal aan zou houden en dan zeggen, het is ook nooit genoeg, dan had u nog een punt gehad ook. Maar het grote probleem, voorzitter, is dat Forum voor Democratie dat niet doet. U houdt zich aan geen enkele standaard die we over hier met elkaar hebben afgesproken. En dat is de reden waarom mijn collega's en ik hier staan, om te zeggen, wij willen dat al die informatie publiek wordt gemaakt. Dat we dat kunnen zien en dat we kunnen kijken of hier sprake is van beïnvloeding of niet. En dat de heer Baudet dat weigert, dat is heel veelzeggend en ondergravend voor de democratie. Kort antwoord en dan graag verder in uw bijdrage. Nou, de heer Klaver verzocht juist om stukken van voordat wij een politieke partij waren en voordat ik in de Tweede Kamer zat. Dus hij spreekt zichzelf een beetje tegen nu. Nu wil hij juist weer stukken hebben van dat we in de politiek zitten. Ook die stukken zijn overigens op kvk.nl gewoon te vinden. Het kost €2,34 nogmaals en dan heb je ze. Maar kijk. Ja. Nou. Even op dit punt, dit is echt pertinente nonsens. Er is een BV van de Forum voor Democratie. Ja? Ik weet niet hoeveel geld meneer Baudet, de heer Baudet, daarmee verdient. Of hoeveel er daarmee naar de collega's stroomt. Weet u waarom dat relevant is? Omdat namelijk de wet schadeloosstelling stelt dat je maar een maximaal bedrag mag bijverdienen. Als je meer dan dat bijverdient, moet je gekort worden op die uitkering. Anders zou er sprake zijn van fraude.
Dat zijn allemaal zaken die moeten in openbare registers worden vastgelegd. Dat moet je gewoon opschrijven in het register van de Tweede Kamer. Dat doet de heer Baudet niet. Dus dat soort zaken kunnen wij helemaal niet controleren. Hij houdt zich niet aan de regels die daarvoor zijn. Dus als er al bijverdiend zijn, ik weet het niet. Ik zie alleen, er zijn commerciële activiteiten. Zo staat het omschreven, ook op de website van de Kamer van Koophandel. Maar of die iets bijverdient of niet, of dat nou in geld is of in natura, dat staat niet op de website van de Tweede Kamer. En daarmee zou hij zomaar zich niet kunnen houden aan de wet schadeloosstelling. Dat is niet te controleren, voor niemand niet. Ja. En dat doet hij willens en wetens en de Tweede Kamer heeft hem daarvoor gestraft. Ja, de heer Klaver kent kennelijk de regels niet goed, want de Tweede Kamer is niet degene die de korting op de schadeloosstelling instelt, maar dat doet de Belastingdienst. En het doen van belastingaangifte is iets totaal anders dan het in openbare registers melden. Dus het punt van de heer Klaver mist elk doel. De korting op de schadeloosstelling wordt door de Belastingdienst overigens automatisch ingesteld. Dus het is ook helemaal geen kwestie van wel of niet transparant zijn, wel of niet dingen openbaar maken. Dat gebeurt automatisch. Daar kan je ook niet je aan onttrekken als Kamerlid. Dat gebeurt gewoon. En daarnaast is er dat hele circus, dat hele spelletje van als je een chocoladereep hebt gekregen, moet je dat opgeven. En als je ergens een etentje hebt gehad, moet je dat opgeven. En daar doen wij inderdaad niet aan mee, om twee redenen. In de eerste plaats dat wij überhaupt dit hele narratief, het was er nog niet aan toegekomen, maar dit hele narratief dat betalingen en geldstromen die overigens niet hebben, niet bestaan, maar al überhaupt dat het hele narratief dat die uitmaken voor ons werk, dat punt onderschrijven wij helemaal niet. Wij vinden dat het parlement moet gaan over een uitwisseling van ideeën. Prima. En die ideeën die kunnen los van waar ze dan ook door gefinancierd zouden worden, wat dus helemaal niet het geval is, maar zelfs al zouden ze worden gefinancierd door Philips, ik zeg maar wat, dan nog moeten hier de ideeën op inhoud worden bediscussieerd. Prima. En niet op basis van, oh, Philips heeft dat idee ingebracht. Nee. Beter mee eens of beter mee oneens. Dat is waar het over gaat in het parlement. En ik snap het hoor, want de heer Klaver blinkt niet echt uit in feitenkennis en argumentatief talent. Dus hij zoekt het maar in dit soort ad hominem aanvallen. Maar ik ben er langzamerhand wel een beetje klaar mee. Ja, ik eigenlijk voorzitter, ook, maar als u dan de heer Klaver weer gebrek aan feiten in de schoenen gaat schuiven, dan voel ik me weer verplicht om hem het woord te geven, want dan wil hij het rectificeren. Ja. Dus ik wil gewoon heel graag voorzitter, terug naar James Burnham en meneer Schuman. Dus maar het is nog even maar één korte vraag gebeurd. En dan moet u echt even ingaan op die... Bedankt voor deze mogelijkheid die u biedt hiermee om mij toch nog één keer de kans te geven, meneer Baudet. Ja, maar Baudet, echt op die feiten ingaan? Nee, maar als het gaat over de feiten en het weerleggen ook van die feiten. De heer Baudet die doet in maaltijdboxen. Ik weet niet of hij daarmee bijverdient of niet. De standpunten die hij vervolgens inneemt over allerlei zaken, ik kan niet verifiëren of hier sprake is van belangenverstrengeling. Prima. En daarom is het belangrijk dat u dat soort zaken wel opneemt in het register. Dat doet u niet. En zolang u dat niet doet, blijven wij vragen naar uw gehele handel en wandel. Ja. Overigens zijn de maaltijdboxen te bestellen op eerlijk eten.nl. Nee, alsjeblieft niet. Ga door. James Burnham, wat zei hij daarover?